Nee, wordt nog niet gehoord. Nee, maar daarom is dat wel triest dat dat nodig is. Ja, ik ben hier vanmorgen eens even naartoe gefietst, omdat wij, er kwam een persbericht dat hier vandaag een demonstratie zou plaatsvinden. En ik denk, laat ik eens even kijken hoe het er allemaal toe gaat. En tot op dit moment, het is nu volgens mij rond 10:30, is het allemaal nog behoorlijk rustig. En de aanleiding is natuurlijk het grote schilderwerk wat hier voor het stadhuis staat. En daar hebben die boeren een andere mening over dan de gemeente. Dus dat is even wat lastig. Ik ben gewoon een Almeloer, een oer-Almeloer zal ik maar zeggen, oergestein. En ik kom uit deze stad en ik sympathiseer in deze met de actie van de boeren. En ik vind het ook machtig mooi dat we hier in Almelo zo'n statement maken met zo'n mooie graffiti. Met blauw, wit, rood, hè? Nederland in nood. Dat is het eigenlijk. En prachtig mooi in beeld gevangen zo. Zonder boer geen voer. Daar ben ik het helemaal mee eens. En de gemeente wil niet dat het kunstwerk behouden blijft. Dat is ook duidelijk gemaakt. Dat het na vandaag verwijderd moet worden. En we weten nog niet welke actie de gemeente hierop verder gaat ondernemen. Dat is even afwachten. En wat ik nog wil aanvullen is, de gemeente heeft wel aangegeven dat het kunstwerk moet verdwijnen per vandaag. Het idee bestaat, of het zoomt rond, dat het 12:00 weg moet. En kunstwerk is, zoals je kan zien, is een graffiti. Hè? En graffiti is een weerspiegeling van wat er in de maatschappij gebeurt. Dus de gemeente heeft alleen gezegd, nee, dat zien we als een politiek statement. Nou, volgens mij kun je bijna geen kunst of graffiti's vinden waar niet iets staat afgespiegeld van de maatschappij, waar niet enige politieke betrokkenis bij is. Wat voerde jou vandaag naar Almelo? Ja, ik ben een groot kunstliefhebber en ik vind het fantastisch. Hedendaagse kunst om een bepaalde boodschap over te brengen. Het is een boodschap van hoop en solidariteit. En het is heel opvallend dat dan het bestuur en de burgemeester in het bijzonder deze kunst onacceptabel vinden. En dat geeft wel aan hoe ver het bestuur en de politiek verwijderd is van de burger en de boer die steeds meer samenkomen. Het hele boerenverhaal is natuurlijk veel groter dan een schilderij en ook de protesten. De boeren en de stikstof in Nederland, dat is een als je kijkt naar de luchtvaart en alles wat daar aan stikstof de lucht in gaat, is het probleem veel groter dan dat we alleen met de boeren, dat we ons richten op de boeren. Helaas is met deze actie waar heel veel mensen bij betrokken zijn, is helemaal kennelijk door de overheid, door de lange arm van de wet, is de hele actie in drieën of vieren gehakt. Overal staan mensen met trekkers, boeren met trekkers, uit Langeveen heb ik gehoord, uit Goor. En die mogen hier niet samenkomen. Hè? Dat is een beetje triest. Hè? Dan moeten mensen het idee krijgen dat het een kleine bijeenkomst is, terwijl het eigenlijk een hele grote bijeenkomst is. En de protesten, ja, zolang mensen zijn vrij in dit land om te protesteren. Alleen als het bij de weg blijft, als het fatsoenlijk blijft, als het rustig blijft, dan is elk protest toegestaan. En tot nu toe hier in Almelo zie ik nog geen bijzonderheden. Dus wij komen hier om de boeren te steunen en eigenlijk ook ons woordje te doen. Want niet alleen de boeren zijn in de problemen, maar ook wij als de boeren in de problemen komen. En dat is eigenlijk waarom we hier zijn vandaag. En mag ik dan vragen wie wij zijn? De mensen. De Nederlander. En het Nederlandse volk, maar niet alleen het Nederlandse volk. Want niet alleen het Nederlandse volk is afhankelijk van onze boeren. Onze boeren exporteren ook naar heel veel andere landen. En ook die mensen zijn afhankelijk van ons. Dus ja, zolang wij in het systeem leven waarin mensen afhankelijk zijn van de boeren, dan zullen we toch uiteindelijk voor de boeren op moeten staan. Want anders hebben wij ook een probleem. Na 1:00 zou de demonstratie afgelopen moeten zijn. Maar een groep sympathisanten van de boeren bleven achter. De boeren waren grotendeels met hun trekkers naar elders vertrokken. De achtergebleven groep drong door het cordon van de politie heen, waarbij een enkele klap werd uitgedeeld en bij één persoon waarschijnlijk pepperspray ingezet is. De rust keerde even weer en twee vertegenwoordigers uit de groep gingen voor hun gesprek het stadhuis in. Daarna werd het nog even onrustig toen demonstranten zich in een groep wilden begeven naar de Oranjestraat, waar boeren de straat blokkeerden. Uiteindelijk probeerde een van de woordvoerders de groep te sussen
en vroeg ze rustig huiswaarts te keren. Ik herhaal, er is een noord van linkse krachten. Iedereen die het centrum te verlaten maakt aan de zijde van het gemeentehuis, verzoek om iedereen het centrum te verlaten. Ja.